welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Ian Remus. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En ja, zij is haar nog aan het doen. We gaan ook zo beet. Ik mag niet filmen zolang ik mij nog niet gedoucht heb. Ja, dus vooraleer dat ze haar nog niet gedoucht heeft, komt ze nog niet in beeld. Oké, dan. Dat respecteer ik. En dan heb ik wel al zitten zieren. Mensen, oelalalala. De ontbijttafel klaargemaakt voor mij en voor haar. Ondertussen tijd, terwijl dat zij wakker aan het worden is en de koffie door aan het lopen is, want de koffie is nog door aan het lopen, ga ik al, jawel, aan mijn laptop kruipen voor de vlog online te gooien. Voilà, deze mag hier open. Deze mag ook open. En ik dacht dat ik volk hoorde. Oh. Hier is het lekker frisjes op hier in deze kamer. Dat is ook goed ook. Goed voor wakker te worden. Wat ik dan vandaag ga doen, dat weet ik nog niet. Misschien nog weer wat spelletjes spelen. Misschien op de Wii of wel op de PlayStation Theme Park World kan ik ook misschien nog weer spelen. Ja. Een van die spelletjes kan ik ook wel eens spelen. Want ik begin het toch graag te doen. En toen was het hier heel stil, man. Oho, heel stil. Ik zie jullie allemaal zelf. Zo, mensen. Ik heb nog eens even aan mijn website gewerkt. Ik heb ook nog een vlog in elkaar gestoken. Ja, vlog niet. Een gaming video in elkaar gestoken. Maar die is nog tot heden nog altijd niet klaar. En die is al bijna 2 uren al bezig. Ik ben ook nieuwe pagina's aan het toevoegen op de website. Zo gaat ook nu de chat terug op mijn website. www.sakkertv.be/chat. Die pagina gaat dus nu ook weer al helemaal te goed komen. Dan zijn ook nog de afspeellijsten. Zijn ook nog erbij gekomen van Half-Life 2. Bijvoorbeeld Flatout. Noem maar op, ik ben aan die pagina aan het werken. En nu ga ik integraal subiet douchen. Douchen, douchen, dat kan ik goed. Dan moet ik hier... Oh, hier is het lekker heerlijk. Tot zelfs allemaal. Zo mensen, ik heb mij lekker gedoucht. Jawel. Oh, wel. En mijn katje is zich nog altijd aan het douchen. En dan ga ik subiet door als hij aan is naar Attecone voor dan nog weer al wat sandwiches te halen. En ja, ik ga deze keer eens te voet. Ik pak de wagen niet eens als ik daar nog tijd over heb. Ik hoop van wel. Schat. Ja, schatje. Je mag van mij nu al gaan. Ik ga nog wel klaarkomen. Oké. Okay. Ik zet, dus als je even wilt gaan zitten, ja? Ja. Op die trapladderke heb ik een handdoek gelegd. Wil je die? Dan... Die staat tegen de muur. Bij de raam? Nee, niet bij de raam, bij de dingen, het chauffage. Oké. Okay. Dus dan kun je daar ook gaan opzetten, goed? Ja. Het is zo goed dat ik voor u zorg. Voilà, zo zit je. Allee mensen, dus ik ga nu richting Attecone. Ik ga me klaarmaken en dan kan ik vertrekken. Tot ziens, schat. Tot ziens. Het is toch te zot om de wagen te nemen. Met deze zo schoon weer. Dus ik laat mijn wagen eens aan de kant staan. En dan ga ik eens lekker te voet naar Attecone. Zo, ik denk dat jullie mij zo beter zien. Maar ik moet ook nog sowieso nog... Ja, met mijn wandeltocht ga ik nog wel eens iets vertellen. Ook over mijn verleden en al. Ik had ook wel eens deugd doen. Ja, vroeger deed ik echt niet bijna alles alleen, omdat ik ook gepest werd en al. En dat was niet leuk. En ja, daardoor ben ik ook nu ook... YouTube komen gaan te doen, dus ja, ik ga daar ook een beetje over hebben, over waarom dat ik eigenlijk ook met YouTube ben begonnen.
dat is ja, voor de besters geen kans te geven. Goedendag. En ja, je moet toch niet, ja. Dus ik wil ook een doel hebben in mijn leven. En dan ben ik ook nog mee naartoe aan het werken. Mijn abonnees, oké. Ik heb al zoveel video's en die zitten nog lager dan een gemiddelde kanaal. Maar dat boeit me niet. Ik zet gewoon door. En dat kan deugd doen. Dat kan zeker deugd doen als ik daarmee bezig ben. Dan kan ik ook mijn dingen verzetten, mijn gedachten. Mijn schatje is wel nu thuis gebleven. Die is nog altijd aan het douchen. Of zich nu wel al aan het drogen, ik weet het niet. Maar het doet dus deugd, dus ook eens even zo achter de computer uit te zijn. Een wandeltochtje doen in deze zon. Dus toppie allemaal. En ik zie hier zo allemaal zo slijm van naakslakte. Of slakken met een huisje. Hoe noemen jullie die eigenlijk? Ik weet het niet. Ik hoop dat jullie ook van de vlog van gisteren hebben genoten. Ik hoop het wel. Oh, dankjewel camion voor de wind. Dat doet deugd, man. Dat doet zeker deugd. Ah. En wat ga ik nou vandaag nog allemaal doen? Ik denk nog gewoon nog aan mijn website werken. Dat die playlisten en al klaar geraken. En dan ook de spelletjes. Wat ik wil doen. Of zo een review geven en al. Daar wil ik ook nog mee bezighouden. En ja. Allee, ik ga jullie nu afleggen, want mijn schatje belt. Ja, mijn schatje kwam er ergens tussendoor bellen. Mijn buurman, mijn bovenbuurman, heeft liever nog wel een paar probleempjes met de gsm. Die help ik dan ook weer al graag uit de nood. Zo ben ik iemand, hè. Mensen uit de nood helpen. Dat doe ik al te graag. En ook veel fietsers dat ik zie. Maar wel weinig wandelaars vandaag. Oh, ik krijg hier waffels. En wat ik nu doe, dat is een essentiële verplaatsing. Omwille van dat ik nu naar de bakker ga. En dan moet ik ook nog terug. Dan heb ik weer al een goede kilometer gewandeld. Hey, Steun en jullie, dat is ook wel mooi. Mooi gebaar. Ja, die kwam uit de bocht gevlogen, man, met zijn harde skateboard. Ja. En als jullie zelf ook nog foto's hebben van de gemeente van Alken of een andere gemeente, stuur hem op. Ik laat hem ook integraal in de vlogs bezien als jullie iets opsturen. Zo gelijk ook Jade, zo denk ik hem in de vorige vlog met zijn foto's. Ik vond het echt heel mooie foto's en daarbij heb ik die ook in mijn vlog ook erbij gestoken. En ja, zo gaan we dat binnenkort meer en meer doen. En ik heb ook mijn ding gedaan van Cycle TV. Dat ik weer al reclame aan het maken ben. Toppie! Oh mannetjes. Wat een mensen allemaal. Allee, moet ik het zeggen. En mensen worden toch gek tussen die vier muren van blijf in uw kot. Maar ja, ik doe nu een essentiële verplaatsing. Je ziet dat ik niet met de wagen weg ben. Wat ik ook jammer vind, hier zitten ook heel mooie schapen. Deze zijn weg. Hier zat het er. En dan pak ik u nog wel mee naar de tweede plaats waar het er ook nog zit. Dat is hier heel kort bij. Hier zo. Daar zie je zelfs nog de stal staan. Maar jammer genoeg zit het daar geen meer. Jammer. En nu ben ik bijna aan de corner. Oh.
Mannetjes, het is toch zo geweldig weer buiten. Zo geweldig. En ik ben te voet en niet met de wagen. En jammer genoeg staat het hier niet meer op hoeveel graden dat is. Oh, je hebt allemaal gezien. 23 graden. 23, amai. Dat is veel. En hier hoop ik dat wel nog als de corner nog open is. Of anders, ja, dan heb je maar in een zonnetje gewandeld. Hè. Ik ga niet tot aan de Carrefour. Maar dan ga ik gewoon terug. Hè. Ziet er naar uit dat het open is. Oef. Yes. De lekkerste sandwiches van het dorp. Hier bij Attekorner. Die is gesloten. Ai. Zaterdag tot 2 uur. En het is nog maar 1 uur. Ah, zondag tot 12 uur. Ai. Ben ik 1 uur te laat? Dan ga ik eens kijken als Van Grotloon open is. En dan koop ik daar maar 6 sandwiches. Vanmorgen vroeg. Want ik wil niet Attekorner naar pijn doen. Dat niet. En dat is ook echt verlaten, hè. Oh, dat is zo akelig, hè. Dat niemand, maar niemand buiten is. Ah ja, dan kan ik ook nog eens langs de dagwinkel gaan. Daar ook nog een goede desk voor zeggen. Ik zie jullie allemaal straks terug. Ja, ik denk dat het dus echt voor morgen wordt. Sandwiches terug gaan halen. Dus het wordt een klein beetje opletten wat we eten vandaag. Want het is overal bijna toe. Ja, het is zondag voor iets, hè. Jammer. Dan ga ik dat zo goed aan mijn vriendinneke uitleggen aan Bea. Ja, alles was gesloten. Kut. Maar ja, dan heb ik ook wel een redelijke wandeltocht gedaan. En ook met al wel een klein beetje met jullie gepraat. Wat moeten we anders er doen met ons leven? Zeg me dat eens. Ah, voilà. Jullie zeggen het ook. Ik weet het niet. Maar nu ga ik wel een drukke baan weg. Dat is er weer. Hier zit een hond. Hé, hey, hond. En wat doen jullie toen eigenlijk tijdens deze coronatijden? Kan jullie ook veel wandelen, veel fietsen, veel skateboarden, rollerskaten, noem maar op. Dat mag allemaal, dus... Maar met wel met voldoende afstand, 1,50 meter. Dus afstand houden! 1,50 meter. Excuseer. Ja, als ik dat zo zeg, moet ik altijd hoesten. Want dat pakt dan ook zo wat op mijn keel. Ja, dan heb ik wel een hele leuke wandeltocht gedaan, hè. Voor vandaag. Bij Grotloon toe. Niks in, ja. Ik kan niet naar de Carrefour, daar zijn ze iets te duur. En ook niet zo lekker. Dus dan wacht je maar gewoon tot morgen vroeg. Dan ga ik, eerst naar Van Grotloon en dan de dag erop ga ik gewoon naar Attekorner toe. Voilà, bij deze. En dat zijn heel chique restaurants, hè, waar hier zo staat. Deze is echt heel mooi. Die is echt heel mooi, maar hoe lang moeten ze hun deuren blijven sluiten? Ik hoop niet te lang dat ze ook niet te veel verlies verleiden. Dat is ook niet leuk om zo tijden mee te maken. Ik zit ook continu thuis. Ik zit nu ook zo te denken van, oh, ik moet nog content maken. Wat voor content ga ik maken? Voilà, bij deze ben ik nu ook content aan het maken dat ik aan het wandelen ben. En aan het praten ben met jullie. Bij deze. En dat doet deugd. Dat doet
heel veel deugd. Ach ja. En wat er ook de laatste dagen is gebeurd op de chat en al, ik wil het daar niet meer over hebben. Zo heerlijk. Heerlijk. En wat ik nog wel nog soms ziet. Met hoeveel personen moet je eigenlijk op pad gaan? Met twee of met één? Dus natuurlijk ik en met iemand anders er. Of ik met iemand anders er en iemand anders er. Mag dat? Als het zo gelijk drie personen is. Als dat niet toegestaan is, ik zie dit elke morgen opnieuw gebeuren. In mijn appartementje, mensen die met de hondjes gaan wandelen, die zijn altijd met drie. Altijd, altijd, altijd. Dat snap ik niet. En waar ik ook nog altijd wat moeilijk mee heb, is het heen gaan van Valère, die van de carnaval. Ik deed dat wel graag zo boekjes rondbrengen en al. En hij regelt dat altijd. Bij de stad en ja, het was altijd in goede banen geleid. En ik weet nu niet hoe ze dat gaan doen op het voortbestaan van de Ravelijn van de CV, de Fleur Mennekes. Amai man, dat doet wel iets hoor, zo'n wandeltocht. Tot bij mijn thuis. En hier is een schoolke, maar ook zo verlaten. Ah ja, want het is ook Pasen. Paaszondag. Woehoe! Gelukkige Pasen iedereen. En als deze filmpje online komt, gelukkige Paasmaandag iedereen. Voilà. Ja, mensen, een YouTuber moet toch continu filmen van zijn eigen. En die moet improviseren. Wat ik heel goed doe, vind ik toch. Voilà, bij deze ik ga jullie nog laten. Ik ga kijken wat ik ook nog kan doen, zowiet als ik terug thuis ben. Eerst Mike helpen met zijn gsm. En dan ga ik nog verder kijken wat je nog kan doen. Oh, een goede wandeltocht. Ik denk toch wel van een kilometer of 5-7 wat ik heb gewandeld vandaag. Daar ben ik wel echt blij om. Windjes nog eens trekken hier in Alken. Dat kan deugd doen. Ja, ja. En zie dus van een weiland dat we ook hebben om ons in te ravotten. Oh, mannetjes. Wie had dat ooit gedacht dat het weer al zo mooi weer ging worden vandaag? Zijn we vandaag regen voorspeld? Waar is de regen? Wil ik de regen dan doen? Nee, ja. Had het niet maar zo mooi weer zijn. Bij deze. Ha. Tot zo, mensen. Ik heb dus mijn bovenbuur een klein beetje uit de nood geholpen. En zo kom ik weer al aan bij mijn schatje. Wauw, ziet dat eens aan mensen, dat is toch schoon hè? Wauw, heeft Tamara dat gezegd? Dat is echt schoon, Tamara ziet dat eens aan, echt waar. Ik heb het gevonden hoe ze het bedoelde. Ah, draai je nog een keer eens rond. Wauw, nog wel, ja. En wel, mensen, ik geef nu eens een score van 1 tot en met 10, hoe je dat vindt, hier onderaan in de comments. Oh yeah. Want ik ben toch zo trots op haar. Ondanks dat ik soms zo moeilijk doe. Ja. Maar mag eigenlijk niet meer kusjes, hè? Vriendelijk, dat maakt niet uit. Wij wonen onder één dak.
En nu ga ik even weer verder werken aan mijn website. Dus, mijn schat wil een kebabje hebben. Ja, dat kan ik niet te voet doen. Ik moet daarvoor verplaatsen met mijn wagen. Dus ja, ik ga dus eens na, want ik heb daar een afspraak om 15:15. Dat is een kwartiertje. Hallo, Kees. Een kwartiertje. De tijd om dat daar gaan te halen. Dus hey, ja, het is binnen een kwartiertje klaar. Dan moeten we dat doen. Maar gauw gaan halen. Allee dan, hè. Op z'n drieën, tot ziens. Wel mensen, ik heb van richting de kebabzaak te rijden, heb ik iets zien hangen hier aan de brug. En dat wil ik jullie ook laten zien. Zie je zo mooi, hier zo aan de brug. In het midden, Alken. Samen sterk 3570. Echt heel mooi gedaan. Echt waar, een blauw duimpje omhoog. Die is heel goed bezig. Echt waar, heel goed. Want hier in Alken hebben we weer al vandaag in een stijging zien groeien van aantal besmettingen. Dus hier is het momenteel nog altijd niet onder controle, hier in Alken. En ik wil daar de burgemeester zeker, zeker niet echt vies naar naartoe kijken. Want daar kan hem ook niks aan doen. Maar Pinkster, je doet echt uw best om de gemeente te proberen voor corona vrij te maken. We proberen ook ons best te doen. Ik heb wel een essentiële verplaatsing gedaan. Mijn schatje wou een kebab hebben, dus ik ben een kebab gaan halen. Deze. Op z'n drie. En nu mijn auto terug op de parking zetten en misschien zelfs een spelletje spelen. Yeah! Welkom hier lopen een opname van V-Rally, gedeelte nummer 2. We gaan hem proberen nu echt uit te spelen. Gewoon zo gelijk gewoon like Engels. Checking data, loading from the memory card. Normaal gezien zit er data op. Zit loaded successful. Dus daar staat nu dus een save bestand op. Dus we zijn nu V-Rally Championship Edition van 1997 aan het opstarten. Dus we zaten aan de championship. Ja. En het is telkens keer 2 rondes. Deze hebben we gedaan, deze hebben we gedaan, deze hebben we gedaan, deze hebben we gedaan. Dus nu gaan we naar Sunny, Rain en Sunset. Dus we gaan naar Corsica. Here we go. Vergeet al sowieso al geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan weten jullie wanneer dat er ook een nieuwe gaming video ook online komt op mijn channel. Ik ben ook nog ondertussen tijd ook nog altijd continu bezig. Ook aan mijn website te upgraden. Ik ga hier proberen zo snel mogelijk wat minder licht aan te doen. Voilà. Als het meer dan genoeg ligt, ben ik nog een mooie update terug. Oké, here we go. Laat maar van start gaan. Het duurt toch soms heel lang dat het is opgestart bij de PlayStation 1. Dus voilà, het is opgestart. We starten derde, maar we gaan sowieso terugvallen op vierde. Ziet je?
derde orde. Oh, la 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 la. Wat doe ik toch? En zo heb ik in totaal 5-8 seconden verloren. Gelukkig nog maar naar 9 gaan. Nog 4 seconden. Amai. Ben ik heel snel teruggekomen. Geen spoor, oké. Okay. Come on, come on. Oh, even de rand geraakt. Dus, en dan ziet je dat dat mij een plaats kost. Kloten, zo op de finish daar, dat crashen, oh nee. Allee, we gaan dan door naar de volgende race. Ook weer al in Corsica. Dan gaan we zo meteen zien op de beeldscherm. Ja, daar is de Virali Corsica. Nobelig is het sneller geladen dan de vorige. Dum-di-dum-di-dum. Dum-di-dum-di-dum. Dan kan ik weer al wat live commentaar geven. En ik hoor kinderen buiten. Dat is ook maar één lap. Maar nu is het ook aan het regenen. En hier zien we ook weer al de rode auto. Je maakt momenteel nog altijd geen fouten. Hier kun je echt niet voorbij steken, hè. De banen moeten iets breder worden. Ja, misschien nu. Ja. Oh, daar. Ik was aan het slippen. 3 seconden. Oh, daar zie ik hem al. Ja, ik heb hem. Heel mooi. Heel mooi. Doe het toch heel goed, mensen? Wat vinden jullie daarvan? Laat het in de comments achter. Ziet de finish? Mooi. Voilà, eerste.
toch een eerste slechte start van de vierde plaats toch naar de eerste plaats toch nog kunnen gaan. En nu gaan we ook opnieuw één lap rijden. Jullie zien het, één hele lange stuk rechtdoor, dan een klein stukje weer al wat rechtdoor, dan weer een heel stuk rechtdoor, lange banen stukken rechtdoor. Dus daar kan alles, maar ook echt alles in beslissend worden. Dan gaan we zien in de volgende race. Hier op Psycho TV. Momenteel worden de wagens klaargezet voor de start. Ik denk dat de wagens klaar zijn. Dan kunnen we overgaan naar de startcamera's. Valessa. Dan gaan we starten. 2, 1, go, go, go! Start weer al vierde. Van Denne naar vierde. Ja, ja, we zijn de rode goed voor. Ik heb die nog een klein tekstje extra bijgegeven. Als je dat had gezien. Hier even over de stoep, wat een klein beetje riskant is om dan de wagen niet meer onder controle te hebben. Dus wil ik dit. Hier heb ik dan even meer onder controle. Dan moet ik even wat bijschakelen. En dat is zo'n hatelijke stuk. Hoeveel seconden sta ik achter? Maar 2 seconden. Dat is toch inhaalbaar. Ik sta nog altijd tweede. What the fuck? Voilà. Van tweede naar vierde. Moet kunnen. Moet maar terug kunnen winnen. Zal ik het terug kunnen halen? Ja of nee? Dan mag ik nu echt geen fouten meer maken, zo gelijk te deze. Deze kunnen, dat zijn fatale foutjes. Deze foutjes mogen eigenlijk niet gebeuren. Ziet, want daar is de finish al. Dan kan ik ze niet meer terughalen. Echt heel slecht gereden, mensen. Echt heel slecht. Zet er nog altijd de eerste. Mooi. Naar welke land gaan we nu overvliegen, dames en heren? Als de auto's worden in de vliegtuigen geladen richting Nieuw-Zeeland. We gaan eerst Sunny rijden. Dus road gravel, rather sunny, en de time is in de middag. En het is maar één ronde. En daar zie je heel mooie schaapjes op de achtergrond met een hele mooie kenmerk. Weet ik niet juist welke dat is. Van Nieuw-Zeeland. En hier gaan we dan beginnen. En proberen weer al die rode voor te zijn. Ik blijf mooi op de derde plaats rijden. Ziet hem mee duwen, ziet hem mee duwen. Oké, hoeveel seconden achter? 5 seconden. Dat is nog inhaalbaar. Zeg hem al rijden.
dingen sturen, dingen sturen. En vertrekken, 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 vertrekken. Alleen, stop met duwen. Hier is een en overkop gegaan. Is dat nu een tweede? Amai man. Dit gaat er nog ontspannen. Oh, wat een kus. Oh. Kom aan, kom aan, kom aan. Gas blijven geven. Laat gas, 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 gas. Toch tweede, mooi. Toch tweede geëindigd, mooi. Ho, ho. En welke race wordt het nu? Dat zijn dus meerdere rondes. Het is gravel en het is aan het regenen. En de tijd is weer tijdens de middag. Dan kom ik eens even piepen. Hoe lang dat ik al aan het filmen ben. Dat is al 14 minuten al. Een mooi kwartiertje. Sorry. Ik kan nog even wat bij. Kom aan, hier moet ik toch beter zijn dan de tweede plaats. Eerste. Twee rondes. Ja, ik ben er rode voor. Dat is mooi. Nu nog eerst proberen te worden. Die echt niet uit het oog verliezen. Alleen uit het oog verliezen als ik... Eerste plaats staan. Dat was bijna de controle over de stuur verloren. Voilà, nu maar eens wel het oog verliezen, want ik sta eerste. En dat is dus weer geen goede set van mij. Oh, 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 wat is dat hier allemaal? Oké, okay, oh, 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 oh. Hier waren een paar accidenten. Niks verloren dus. We zitten dan allemaal op de Alcanas helen. Laatste lap. Kom aan. Hier voor, proberen voorbij te steken. Ja, ik ben hem voorbij en nu proberen eerst plaats te houden. Wat rustiger rijden. Ik was bijna mijn auto weer al onder controle kwijt. Maar eens op de knopjes drukken. Oh man.
hebben weer al die gangjes hierin. Wat ik dus zo haat aan deze map, die gangjes. Ik heb liever toch open velden. Momenteel doe ik het heel goed. Durf niet te kijken naar mijn tijd. Die kan een paar keer beter zijn. Oh ja, oh ho. 15 seconden beter dan de eerste ronde. Mooi, 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 mooi. Fantastisch. We blijven nog één keer in Nieuw-Zeeland voor één track. En dat is bij nacht, Cloudy en Gravel. Oké. Dat gaan we dan maar eens spelen. Dan speel ik liever zo. Dan zie ik beter. Oh, oh, oh. Oké. Okay. Oh, de derde. Oh, oh. Dat is wel anders te rijden. Je kunt zo soms geen shortcutjes nemen. En dat vind ik soms zo kut. Hier mag ik via de eindigen, vind ik. En dan heb ik nog goed gereden als ik gewoon achter hem blijf. Soms zo eentje eens voorbij steken dan. Of twee er voorbij steken, maar nog niet. Dan proberen achter die rode te blijven. Ziet, daar haat ik uit. Oké, nu proberen voor te blijven. Ik ben toch nog wel content met deze race, want het is maar één lap. Dus één echte zware fout nu kan mij fataal zijn. En dat ik ook rustiger aan het rijden ben. Eerste, tweede, derde. Oei, 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 de derde plaats. Terug eerste. Dat is echt spannend. Ik vind het spannend, jawel. Eerste plaats. Oh, eerste plaats. Ze zaten toch alle drie toch wel nog dicht bij mij. Dus één grote fout was ik in één keer vierde. Op het laatste nog. Allee, ik heb 28 punten. De auto's worden terug ingepakt en worden terug in de vliegtuig gestoken richting nu. Kan ik niet goed lezen? Forest Fog, Village Sunny en Forest Snow. Oei, oei, we gaan ook in de sneeuw rijden. En waar is het? Het is te doen in. En dus één lap.
In de Franse Alpen. In de Franse Alpen. Oeh, onze buurland Frankrijk. Ik twijfel als dat ook van Nederland een buurland is, ja of nee. Is Nederland een buurland van Frankrijk? Laat het in de comments weten. Dag van niet. En hier zijn we al in de sneeuw aan het rijden. In de Franse Alpen, natuurlijk. Er is één ronde, dus ik moet ze inhalen ergens. Maar momenteel sta ik nog qua klassement heel goed voor. Maar het mag ik niet meer uit de handen geven, hè mensen. Dat is het. Het heeft mij redelijk wat plaatsen gekost. Oeh, ik ben toch nog derde. Daar was hem ook een fout gegaan nog. Easy left, kom maar. Easy left, oké, voilà. Easy left. Oeh. Mijn auto kan maar juist onder controle kunnen houden. En zie dus, ik ben een pakje teruggekomen, maar te vergeefs. Want ik zag daar de finish. Ik moet nog snel zijn, want de ene was ook al daar. Derde plaats. Ai, 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 ai. Dat is niet goed, hè. En dat is ook op asfalt gaan we rijden. Het weer is sunny en de tijd is tijdens de middag. Ik mis je ook, schatje. Maar soms moet er ook nog gewerkt worden, ook voor YouTube. Nu beter doen. Zij was ergens waar het wat groter is, kan ik die beter pakken. Ik bedoel, inhalen. Zie je, hier zijn redelijk wat bochtjes. Dan kun je die niet inhalen. Heel dicht bij de paaltjes af was ik aan het rijden. Ja, hier misschien even heel snel rijden. Ja, voilà, hier weer een ingehaald, de rode. Nu moet ik nog een witte auto inhalen en dan sta ik eerste. Wat is hier echt veel borstjes, man. Dat is hier manoeuvreren tot en met. Niet auto volledige snelheid kunnen rijden. Zie je, dan denk je, yes, ik kan hem inhalen. Zodat ik nu, jawel, oh jawel, eerste, zie dat dus aan. Mooi, mooi, mooi. Waar gaan we nu naartoe? We gaan... Oeh, road is asfalt. Het is aan het sneeuwen en het zijn twee rondes. De tijd is tijdens de middag dat we gaan rijden. Nog altijd in de Franse Alpen. Twee rondes. De auto's worden klaargezet aan de startlijn. De kruis zijn in het stappen en dan starten ze de auto's. Zo, de auto's zijn gestart. Zo kunnen we nu naar de camera's overgaan. We schakelen over nu. Voilà.
En ja, je ziet dat het is aan het sneeuwen. Easy ride. Het hier ook weer zo dunne steekjes, jawel. Nu proberen die rode nog in te halen, dan ben ik al blij. Jawel, mooie bocht genomen. Oh, daar had ik een soort tunnels. Dan zit ik heel rap tegen die wanden aan. Jawel, mooi. Ik ben wat het eerste aan het rijden. Ik hoop dat we terug aan die start komen. Toch nog niet. Jammer. Want nu was ik zo goed bezig. Nog altijd. Even goed. Oeh. Ik moest ergens heel zwaar remmen. Ik ben echt heel geconcentreerd bezig, mensen. Dan dat ik heel weinig zeg. Jawel, we gaan nu de tweede ronde in. Dat is gemiddeld een minuut en een half entertainment wat jullie nu hebben. Blijf ik eerst of blijf ik niet eerst? We zien het. Zometeen als ik terug aan de finish kom. Maar tot nu toe doe ik het heel goed. Hardwired. En dan zitten we weer al in die bergen. En dan nu terug uit de bergen. Zie dus met mijn bijna volle snelheid aan het rijden. Goed man. Ik heb hem bijna even meer onder controle. Ja, speel ik nu. Even tegen de kant aan en dan up, terug verder. Daar heb ik nu wel tijd voor, denk ik. Want ik sta redelijk goed voor, denk ik. En dan hier het laatste rittenstuk. Jawel, eerste. Eerste plaats, man, mensen. Eerste plaats. Nu 5 punten. Jawel, 33. Oh, ik sta bijna dubbele voor. Vliegtuigen worden terug ingepakt in Frankrijk. En zo gaan we overvliegen naar Frankrijk. We krijgen zometeen de volgende bestemming. De laatste is Zweden. Dit is de laatste race, mensen. De allerlaatste. Ja, ja. Oké. Het zijn weer al 2 rondes. Het is in Zweden, dus er is altijd winter. Road is snowy. Het is sneeuw. Weather is sneeuw. En de tijd is tijdens de middag. Dus je moet denken, de wegen gaan glad zijn. Oh my fucking god. Oh my fucking god. De wegen zullen wel heel glad zijn. Dus het wordt rustig rijden. Ja, zie, dat is helemaal ondergesneeuwd.
En ook met vertrekken is het allemaal moeilijker. Zie die rode al gewoon echt al wegslippen. Die vloog bijna al over kop. Waar is die eerste? Die is 3 seconden al voor. Oh, dat is veel. Dat is heel veel. 4 seconden. Dat is precies zijn thuishaven waar die in en uit aan het rijden is. Even een incidentje gehad. Tegen de kant gezeten. Toch inhalen op een of andere manier. Is hij toch inhaalbaar? Voilà, inhaalbaar. Allee man. Even een half frame gehaald van een paar seconden dat ik eerst stond. Nu moet ik innemen. Ja, eerst plaats ingenomen. Hier is de start terug. Jawel, de laatste ronde nu. Ik hoop dat ik eerst blijf. Tot nu toe wel. Dan ben ik een heel mooie tijd neer aan het zetten. Echt een heel goede tijd neer aan het zetten in de sneeuw in Zweden. Momenteel foutloos, nergens tegen gezeten. Ben ik hier neer aan het zetten. Oh, bijna 11 seconden beter. Dat is heel mooi. Echt heel mooi. We zijn nu de laatste rondjes bezig en het is nu nacht. Nee, en dan komt nu 2 rondes. Nee. Dat doe ik niet graag. En het is weer al in de sneeuw, want het is in Zweden. Maar de kampioen ben ik. Misschien die je trek uit mijn hoofd kennen, dan is het gemakkelijker ook om te rijden. En weet je ook perfect dat je even moet afremmen en niet moet afremmen. Ja. Sta ik eerste. Sta eerste, jawel. Sta eerste. Ik stond de eerste, denk ik. Nee, ik zat nog altijd de eerste met die fout. Ik doe het echt heel goed.
doet echt heel fantastisch. Oh, wat bocht het, man. Ja, en hier is de start. We gaan naar de tweede ronde toe. Hang maar daar. We moeten nu wel iets beter gaan. Zonder fouten. Hopelijk. Ik heb nog altijd eerste rijden. Ik doe het echt heel goed. Momenteel nog wel geen fouten. Dus nergens tegen de kant gezeten. Die moeilijke bochten. Ho man. Weer al sneller. Heel goed gereden, dames en heren. We gaan nu de laatste, denk ik, doen. Mijn schatje heeft veel dit geschreven. Maar ik kan niet beantwoorden. Ah, het is 9 uur, dus ze gaat nu even proberen te slapen. Oké. Dan gaan we door. Het is 1 ronde. De laatste. Doe het toch niet slecht in de sneeuw. Nu gewoon proberen uit te lopen. Stel dat ik toch een foutje maak of zo, dat ik het dan toch nog kan rechtzetten. Zo gelijk hier. Door geluk niet ingehaald. En hier opnieuw niet ingehaald. Toch een redelijk grote fout gemaakt.
Gaat het nog goed vol voor het eerste te blijven? Dus ik heb weer een fout gemaakt, maar toch niet ingehaald. Mooi. En hier is de finish. Mooi, eerste. Wat komt er nu? Ik weet het niet. Yeah. Congratulations, you completed the championship. You finished first championship position. Dankjewel. Op achterrally's dus 31 punten heb ik verdiend. De tweede plaats had Sil met 22 punten. Eco met 8 punten. En PHI met 4 punten. Jammer genoeg, dankjewel om naar deze heel mooie 4 rally championship edition te kijken. Ik zie iedereen de volgende keer terug. Want je ziet, hier komen we dan terug. Bij deze. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren. Vergeet ook niet op het belletje te drukken. En ik zie jullie de volgende keer terug. Tot de volgende. Ciao. En voor de vloggers, blijf hangen. En hallo kijkers. Welkom weer al op een nieuwe gameplay. Jawel, ik ga nu vandaag... Ik weet waar ik het hoesje heb gelegd. Jawel. Je gaat misschien ook trek zien op het scherm. Jawel. Team Park World spelen. Nu op de televisiegebied. We gaan daar 3 kwartiers over doen. En dan stoppen we. Dan heb ik ook wel een goede gameplay ook. En dan is ook mijn vlog ook wel redelijk lang geworden. Sorry daarvoor mensen. Maar ik zie het ook in de vlog. Omdat dat ook een deel van mijn leven is. We pakken natuurlijk Nederlands. Jawel. Want onze taal is Nederlands. Jawel, we gaan dat spelen natuurlijk. Een hoofdspel natuurlijk. Wat moeten we doen? Verloren Koninkrijk, prehistorische wereld. Start. Wil je park beginnen? Druk op ok. Om met dit park te spelen. Oké, dan gaan we dat ook doen. Wat moeten we doen? Oké. Bouwen. Attracties. We gaan een wilde aap bouwen. Hier zo. Wacht, we gaan. Oh jong. Oeh jong, hoe ver kunnen we gaan, man? Oho. Hier de wilde aap. Amai, dat duurt een paar dagen dat we terug helemaal begin zijn van park. Oké. Okay. Voilà, en dan hier.
aanmaken. We zijn er even aan het zoeken. Oké. De verschillende soorten werknemers zijn parkwachters die in het park surveilleren en optreden tegen herrieschoppers en onrustwachters. Oké. Die attracties repareren en verbeteringen aanbrengen. Schoonmakers die alles netjes houden. Onderzoekers die onderzoeken naar nieuwe attracties. En entertainers. Oké. Motivatie. Wil ik veel. Oké. Aannemen. Monteurs. Ik ga ook eentje aannemen. Dan nog een schoonmaker. Die is gemotiveerd ook om hier te werken. Die is heel gemotiveerd om te werken. En die is zeker ook gemotiveerd om te werken. Met de eerste attractie. Waarom attractie niet? Oké, wacht hè. Bouwen. Achtbanen ook niet. Winkels, ja. Die gaan we hier zo plaatsen. Je attracties zijn niet echt top. Misschien moet je er een paar nieuwe bouwen. Ja, dan ben ik goed bezig. En dan ook nog een drankentent. Voilà, bouwen. En dan deze kunnen we... hier zo op plaatsen. Dat doe ik nog niet. Als er wat meer is gebouwd, dan komt er wel geld in de kassa. Zo moet het, om de
Omdat je de basisprincipes onder de knie hebt en dit park als een trein loopt, wil ik je graag een gouden toegangskaartje als beloning geven. Je bent toch wel goed bezig, mensen. Wat vinden jullie? Dan gaan we hier ook al wat bouwen. Oké, dat zullen we zeker doen. Ze moeten opgeleid worden om de grenzen van hun kunnen te bereiken.
wetenschappers. En dat is het maximale aantal dat je kunt hebben in je park. Als je de onderzoeksafdeling wilt verbeteren, moet je wat aan training doen. Je doet het erg goed. De mensen in het park hebben er echt naar hun zin. Ga zo door. Ik ben aan het zoeken hoe je moet moet trainen. De mensen vinden je eten goed. Goed zo. Dus ik zie hier informatie. Sommige bezoekers die je prijzenkamer hebben uitgeprobeerd, zijn niet tevreden. Je moet dus uitzoeken wat er mis is. Daar ben ik ook bezig. Informatie, winkels, informatie. Oei, 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 oei. Ook details. De mensen zijn onder de indruk van je drankjes. Ze vinden dat ze veel waar voor hun geld krijgen. Gefeliciteerd. Oké. Dan gaan we volgen naar 50 en deze gaan we volgen naar 30. Voilà, voilà, voilà. Ik neem eens. Aha, entertainment. Training. Aha, oké. Onderzoekers. Trainen, trainen. Top 5. Voilà. De volgende ook trainen. Top 5. Ben ze nu aan het trainen. Kost me redelijk wat geld, maar daar heb ik het voor over. Want er komt toch geld binnen, dus. Voilà. Eens kijken als er nu geld binnenkomt. €1973. Ja. De bezoekers hebben het erg naar hun zin. Ga zo door. Ik denk dat een klein marktonderzoekje nodig is. Beschikbare winkels opgebouwd, misschien moet je een paar andere soorten winkels onderzoeken.
onderzoek. In dit scherm kun je aangeven naar welke voorzieningen je onderzoek wilt doen. Je kunt de voorziening waar je onderzoek naar doet op elk moment veranderen. Oké, dus we gaan nu... Zonnegod. Voilà. Nu maar geduld hebben. Gewoon geduld hebben, denk ik. Ja. Dan kan ik eens drinken. Een nieuwe voorziening. Er is onderzoek gedaan naar een nieuwe winkel. Als je denkt dat alles al uitgeprobeerd is, dan kun je je weten zo maar nog niet. Eureka! We hebben een nieuwe attractie ontdekt. Op Marken. We hebben onderzoek gedaan naar een verbeterde attractie. Dat is ook goed. Er is ook een nieuwe attractie. Zag je dat? Onderzoek. Oh, het is binnen gedaan. Ijswinkel. Fontein. Rustige racers. Zonnegod. Ik denk dat een klein marktonderzoekje nodig is. Je hebt alle beschikbare winkels al gebouwd. Misschien moet je een paar andere soorten winkels onderzoeken. Ik denk dat ik eens een nieuwe lening ga aangaan. Ontdekt. Op wachten.
menselijke kennis is bereikt. Alle beschikbare prijzenkramen zijn gebouwd. Misschien moet je je wetenschappers wat meer onderzoek laten doen. De bezoekers zijn niet meer zo wild enthousiast over je park. Misschien moet je een nieuwe attractie bouwen. Dat trekt altijd wat meer bezoekers aan. In ieder geval voor een tijdje. De bezoekers klagen dat ze sterven van de honger. Dat is misschien wel dramatisch, maar je moet er toch eens over denken om een paar eetentjes toe te voegen. Allee, zo snel was het gewoon een verkeerde manier. Ik hoop dat ik terug kan gaan. Dat ik niet helemaal opnieuw moet beginnen, want ik was al een half uur bezig. Oef, nee. De doelen van dit park, je weet wel, voor prestaties, zijn gesteld. Lees je berichten om de huidige cijfers te bekijken. Even alle berichten gaan verwijderen. En dan weer al onderzoek laten doen. 4, 3, 2, 1, go. Oké. Informatie. Werknemersinformatie. Parkwachters. Ah, fuck it. Verkeerd. Informatie. Werknemersinformatie. Onderzoekers. Sommige bezoekers hebben honger. Misschien moet je... Ja, jongens. Wacht, hè. Onderzoekers. Ja. De bezoekers hebben het erg naar hun zin. Ga zo door. Terug. Ah, die zin. Je onderzoekers zijn fantastisch. Echt eerste klas. De bijscholing heeft zijn vruchten afgeworpen. Ik ben er al mee bezig. Er is onderzoek gedaan naar een nieuwe voorziening. Waarom? Nou, zelfs voorzieningen hebben nieuwe mogelijkheden. Je hebt niet attracties die heel wat langer zijn. Misschien moet je ze gebruiken. Je hebt alle beschikbare winkels al gebouwd. Bezoekers vinden je kaartjes erg goedkoop. Misschien moet je de prijs verhogen. Er is onderzoek gedaan naar een nieuwe winkel. Als je denkt dat alles al uitgeprobeerd is, dan ken je je wetenschappers nog niet. Eureka! We hebben een nieuwe attractie ontdekt. We hebben onderzoek gedaan naar een verbeterde attractie. Die je niet gebruikt hebt. Misschien moet je ze toch eens uitproberen.
Hoe doe ik het, mensen? Laat het in de comments weten. Ik weet niet hoe lang dat ik al bezig ben, al redelijk lang. Oho. Wachtrij wijzigen, wachtrij aansluiten, voilà. Ze vinden de toegangsprijzen redelijk goedkoop. Oké dan. Dan gaan wij de parken weer redelijk wat. Wat duurder maken naar 150. 150, voilà. Nog een toilet bouwen, winkels, toiletten, nee, voorzieningen, toiletten, ja, ook al gaan we deze kant. Je krijgt een gouden toegangskaartje, omdat je genoeg bezoekers hebt aangetrokken om je doel te bereiken. Gaan we hier ook nog een toilet maken, voilà. De bezoekers vinden je kaartjes erg goedkoop, misschien moet je de prijs verhogen. Voilà. Oho. De mensen vinden je eten goed. Goed zo. Dan gaan we dus ook eens weer op onderzoek gaan. Attracties. Je hebt nieuwe attracties die helemaal klaar zijn. Misschien moet je ze gebruiken. Voilà. Laat ze maar onderzoeken nu. Dan gaan we even ook eens kijken naar bij voorzieningen. Ik denk dat een klein marktonderzoekje nodig is. Je hebt alle beschikbare winkels al gebouwd. Misschien moet je een paar andere soorten winkels. Hier nog ga ik nog even afvalpakjes zetten. Hier ook. Je doet het erg goed. De mensen in het park hebben het echt naar hun zin. Ga zo door. Hier ga ik ook nog een afvalpakje zetten. Hier ook. De bezoekers die je prijzenkamer hebben uitgeprobeerd, zijn niet tevreden. Je moet eens uitzoeken wat er mis is. Ik heb nog een redelijk groot plek om te bouwen. Je hebt onderzoek gedaan, maar er zijn nieuwe attracties die je niet gebruikt hebt. Misschien moet je ze toch eens uitproberen. Mensen houden van afwisseling. Just, ik ging ook nog aannemen, parkwachters. Niveau 5 te zetten. Terug. We hebben weer al een nieuwe winkel. Een gift shop. Die kunnen we hier zo zetten. Ja. Voilà. Het begint toch al een echte pretpark al te worden, of niet, mensen? Super toilet. Oké.
Oké, die kunnen we hier misschien zetten. Nee. Hier ook niet. We kunnen het anders hier zo zetten. Hè. De wetenschappers hebben een paar nieuwe attracties ontdekt. Die hebben maar gedacht om ze te gebruiken. We hebben een nieuwe attractie ontdekt. Oh, wacht. We hebben onderzoek gedaan naar een verbeterde attractie. Dat is ook goed. Ben ik het heel goed bezig of niet, mensen? Laat het in de comments weten. Want ik heb hier toch wel al redelijk veel gebouwd. Toch om een heel korte tijd. Dan ga ik aan deze kant nog wel weer op bijbouwen. Ik hoop trek op een nieuwe attractie. Yes, we hebben een nieuwe attractie. Nu gaan we die trek bouwen. Oh ja. Die gaan we hier dan neerzetten. Een wachtrij maakt kost ook geld natuurlijk. Dan kunnen we hier ook weer al wat voorzieningen doen, winkeltjes zetten. Even kijken wat er is mis met de drank. Sommige mensen die in je park gegeten hebben, vinden dat ze afgezet zijn. Je moet de situatie verbeteren. Ja, allee, kom aan. Ga dan weg. Dat ik kan zien hoeveel dat ik het aan het zetten ben. Probeer het zo goed mogelijk te doen. We gaan terug een onderzoek doen. Je
prestaties wilt verbeteren, moet je ze trainen. We zijn nu aan het wachten terug op een hele nieuwe attractie. Dat het soms zo lang kan duren. Terug. Park wachters. Terug. Ik ben ze nu zetten. Mijn park wachters. Voilà. Dan nog mijn onderzoekers team. Oh, hier zie ik nog een vaardigheid. Voilà. En dan nog mijn schoonmakers. Daar ga ik ook nog direct eentje bij aannemen, want die moet toch niet alles alleen doen. Zwaar, hè? Je hebt nieuwe attracties die helemaal langer zijn. Misschien moet je ze gebruiken.
zien als er al een nieuwe attractie beschikbaar is. Momenteel is mijn park heel goed bezig, vind ik. We gaan de prijs nog eens verhogen. Hè. Dit gaan we naar 200 aanbrengen. Voilà. We gaan nog één nieuwe attractie bouwen en dan stop ik ermee. Oh, dan heb ik wel een hele lange vlog ook gemaakt voor vandaag. Ik hoop dat jullie dan hebben ervan genoten. Twee games in mijn vlog. En twee aparte gaming video's. Uitbarsting doen en dan verbetering. Allee, we gaan een nieuwe attractie bouwen. Hè? Waar staat hem? Hola, Dino Cards. Een nieuwe attractie toch? Je hebt 5 entertainers en dat is de limiet voor je park. Hierdoor zal de productiviteit niet zo hoog zijn. Als je meer uit je entertainers wilt halen, zul je ze moeten trainen. Gefeliciteerd, je hebt een verborgen prijs gewonnen. Ter ere van de aanleg van een groot park vol mooie voorzieningen, bied ik je een schoonheidsprijs en een gouden toegangskaartje aan. Allaai. We hebben toch al redelijk veel al gebouwd nu. Je hebt nieuwe attracties die helemaal klaar zijn. Misschien moet je ze gebruiken. De bezoekers hebben het erg naar hun zin. Ga zo door.
Amai. Dan gaan we... De bezoekers vinden je kaartjes erg goedkoop. Misschien moet je de prijs verhogen. Je hebt bijzonder weinig voorzieningen in je park. Het is net een grote lege plek met een hek. Misschien moet je er wat meer bouwen. Je vindt ze in de lijst overige voorzieningen in het scherm open. Voilà, hier gaan we het mee houden. Heel veel bedankt om te kijken. Goed dat ik het kan saven. Ik hoop het. Spel opslaan. Ik hoop het. Ik zit hier... Nieuw spel, ja. Dan gaan we dus gewoon Psycho TV noemen. S. Y. C. O. T. V. Opslaan. Voilà, heel veel bedankt om te kijken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dankjewel en tot de volgende. Ik ook afscheid ook van jullie. Ik hoop dat jullie er echt hebben van genoten van deze super, super lange vlog. En ja, mijn mesken is al slapen, Bea. Ik ga nu mijn vlog nog in de kanden steken. En dan ga ik ook richting mijn bedje en jawel,
Dus even nog op mijn tandjes bijten, voordat ik kan gaan slapen. En dan, jawel. Dus vergeet geen blauw duimpje naar moeten doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet hier ook op het niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte van wanneer dat er ook een nieuwe video's allemaal online komen. En dan, ja, zien we nog wel. En sowieso gaan er nog meerdere episodes komen. Ook van, jawel, Team Pike World. Mama, ik ook altijd toe. Dus deze ben ik nu aan het spelen. Zet ik altijd langs de PlayStation 1. En normaal gezien, overmorgen komt mijn PlayStation 2 aan. En dan kunnen we daar ook al wat gaming movies beginnen mee op te nemen. Dus ik dank je wel